In deze editie van onze Kinderhuizen-serie brengen wij een bezoek aan kinderhuis Elim van de Heer. De directeur van het tehuis Raj Singh geeft aan dat vanaf het afgelopen jaar het moeilijker werd voor de stichting om het hoofd boven water te houden. Desondanks komt het tehuis dagelijks rond door eigen middelen en donaties. Kinderhuis Elim van de Heer vangt wezen, halfwezen, verwaarloosde kinderen en kinderen met een beperking op. Singh vindt het jammer dat de overheid geen rekening mee heeft gehouden dat er een budget moet zijn voor sociale instellingen. Hij vindt dat sociale instellingen prioriteit moeten genieten binnen het beleid van de overheid, omdat zij het werk van de staat doen door de kinderen te verzorgen. Singh wijst ook erop dat zijn kinderhuis geen subsidie of enige vorm van ondersteuning van de overheid ontvangt. Subsidie is een oude muziek. Ben ik vergeet wat subsidie is. Zelfondersteuning. Kijk, als de overheid de zakkerij zou geven per maand, tenminste, weet je, het valt mee van oké, je hebt een zakkerij van, weet je, hulp van de overheid. Dankzij mensen, goedhartige mensen die hier komen om wat te helpen. En ook uit ons eigen zak. Zodoende draaien we dit werk. Elke kinderthuis heeft uitdagingen, zaken die ze moeilijk kunnen realiseren of helemaal niet kunnen aanpakken omdat die middelen er niet zijn. En heeft Elim van de Heer ook uitdagingen en wat zijn die? Ja, we hebben een heleboel uitdagingen. Eén is, de grootste uitdaging voor ons is om drie maaltijds eten op tafel te zetten voor kinderen. Een tweede uitdaging is, een aantal kinderen moeten naar school in de stad. Omdat hier in de buurt is geen, niet alle kinderen kunnen bij de school hier in de buurt. Mulo vooral en LBG of andere scholen ze kunnen niet dichtbij. En wij moeten bus betalen. Bus kost geld. En niet 5 SRD. We praten voor 50 SRD per kind per keer. Oké, okay? Eén is 50 SRD, ander is 25 SRD per dag. En als, ik geef voorbeeld, als 6 kinderen naar de stad moeten gaan naar school, dan zitten we aan het per dag uitgaven. Zo, grote uitdaging is school. Singh zegt dat het draaien van een kinderhuis veel omvat, omdat het werk nooit stopt. Dagelijks moeten er reparaties en onderhoud verricht worden. Elke dag gaat iets stuk, een kraan is stuk, een cistern is stuk, een toilet is kapot. En die zijn uitnodigd, onderhoudskosten, reparatiekosten. Je moet een kwast, een verf geven om het een beetje mooi te onderhouden, want kinderen wonen daar. Het is niet een ding, het is niet een dier, het is een kind. En je moet het aantrekkelijk maken. Op dit moment zijn we bezig een heel mooie vijver te bouwen voor de kinderen, fontein eigenlijk, waar de kinderen kunnen genieten. Ik wil een oproep doen naar de overheid. Eén moet even aandacht besteden aan sociale instellingen. En hier in dit geval kinderhuis Elim van de Heer. Ik tevens ook Duchenne Spierdystrofie Centrum. En we willen oproep doen niet alleen voor steun voor dit kinderhuis of een helpende hand naar het kinderhuis. Maar denk even van, kinderen moeten een rolstoel hebben. Een rolstoel kost behoorlijk duur in de winkel. Wij hebben een rolstoel nodig. We hebben aangepast bed nodig. We hebben aangepast faciliteiten hier nodig. Zo, kinderen verzorgen, normaal lopende kinderen. Het kost maar niet zoveel als een kind met een beperking. Of een kind met een spierziekte die in een rolstoel moet zitten. En kinderen moeten pampers hebben. Ik geef gewoon de basis dingen, weet je. De basic dingen van het leven. Weet je, pampers. Ze moeten speciale voeding hebben. En ze moeten dus melk hebben, al die dingen. En dat alles moet uit eigen zak komen. Of van een paar mensen die als donateuren hier stoppen en iets brengen. Volgens Singh moet de overheid ook ertoe overgaan haar instellingen vriendelijk te maken voor mensen met een beperking. Hij wijst erop dat mensen in een rolstoel moeilijk een overheidsgebouw kunnen betreden. En met dit verslag sluiten we onze kinderhuizenserie af.